Al de weg leidt mij mijn heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer? Waarom zou ik aan hem twijfelen, die mij voorgaat keer op keer? Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel. Ik weet wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel. Al de weg leidt mij mijn heiland, troost geeft hij. Save thus far and
was blind, but now I You walked with me, footprints in the sand, and helped me understand where I'm going. You walked with me when I was all alone, with so much unknown along the way. Just say, I promise you, I'm always there. When your heart is filled with sorrow and despair, I'll carry you when you need a friend. Across the sky, so many times have I
when you're so afraid. And just when I thought I lost my way, you gave me strength to carry on. That's when I heard you say, I promise you I'm always there. When your heart is filled with sorrow and despair, and I'll carry you when you need a friend.
baby. Ik wil u vragen, groeten en doorlopen.
Beste mensen, ik heb gevraagd de mensen die nog buiten zijn om dan na de dienst afscheid te nemen. We zijn haast over tijd. Dus ik ga dan, ik ga u vragen om dat niet te doen. Om naar binnen te komen, alsjeblieft. Ik ga u vragen. Vrienden, en ieder die naar buiten wil, ik verzoeken om naar de achterbord te kiezen. De muurknoop staat echt op de eerste plek. Onze Heer, wees van de Heer, die hele en aardige maakt die, de trouw op dat in de eeuwigheid, en niet dat varen, werken op vrede handen. Genade en vrede zij u, voor onze Jezus Christus, de liefde van God, en gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik geef u alle van harte welkom, verzoeken u wel uw mobiele telefoon. Of zijn de plaatsen. Ik verzoek u dat daarmee te doen. Laten wij naar deze dienst beginnen. Wanneer wij terug zullen geven, Javier Spencer en Kurgen, het lied op bladzijde 9-2 versen. Ik weet niet zo'n opgeving in de noem toe. Lied op bladzijde 9-2 strofes. Thank you.
voor de dagwoorden van vandaag, vrijdag 24 juni 2022. De wet des Heeren is voor haar, zij verkwikt de ziel. Herhaal het u. De wet des Heeren is voor haar, zij verkwikt de ziel. Psalm 19, vers 8, en het weerwoord. De mensen vroegen Johannes, wat moeten wij dan doen? En hij antwoordde, wie tweesteld onder kleren heeft, moet eten met wie er geen heeft. En wie eten heeft, moet hetzelfde doen. En wij horen niet. Zalig die barmhartig delen, in des broeders jammer staat, tranen drogen wonden helen, zegenen met woord en daad. Hun als zij hun rechter zien, zal barmhartigheid het zien. Als het lichaam niet meer wil, toch het leven wordt te leiden, komt God om die te bevrijden. Zingen wij van bladzijde 16, 4 versen. Dia pila de troi, dia toroi mupati, dan is dat een breedi, nooit die mogelijk is dat. Want die ritme op bladzijde 16, die is de roos. Thank you.
Greet them, sisters and brothers, Esther Sabine. Goedemiddag. Danken wij de goede God voor ons leven. In het bijzonder voor het leven van één, uw geliefde, onze broeder Kostina, ja, Spencer en Kuride. Wij danken uw goede God voor de momenten, de jaren, die hij samen met u gedeeld heeft, lief en leef. Het leven is maar één. De vraag die wij kunnen stellen, maar zeker ook een vraag die nooit weg te denken zal zijn in ons leven, in ons midden. Maar God, waarom? Maar hij geeft u ons allen de garantie. Hij geeft ons de nodige kracht, maar ook sterkte om verder voor te gaan. En hij vraagt ons ook meer nog op deze bijzondere dag, die geen mens een ander wens, toch onze hoofden te richten, zoals de tekst dat zegt, ik heb mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulpen komen staan. Middag met gemengde gevoelens, een middag met vele vragen. Maar hij zegt, vraag nooit waarom, omdat de bevestiging altijd zal luiden, omdat ik het wil, daarom. Geef uw lot in handen van uw vader en laat uw toekomst over aan de Heer. En vanmorgen las ik iets met dat beginsel waar de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heere hand. Verdrietig zijn we met z'n allen, maar met de genade kracht van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, zullen wij met z'n allen moedig moeten zijn om de ogen te slaan naar het onbekende land, die wij eens zoals onze moeder die ons nu voorgaat, het gezien heeft en wij dat ook zullen zien. De dood is niets anders dan het tijdelijke die wij met z'n allen zullen moeten verwisselen voor het eeuwige. Zijn wij gekomen om afscheid te nemen? Nee, dat kan niet. We zijn gekomen om hem te groeten. Groeten in de hoop op de toekomst, maar zeker ook groeten in de hoop op de verrijzenis. Wanneer een geliefde van ons teruggaat, of het tijdelijke voor het eeuwige heeft moeten verwisselen, dan weten wij vaak niet hoe verder. Ja, wij schreeuwen, wij vragen, en wij willen meer weten. Nee, treur niet, want ik ben met u al de dagen van uw leven. En als de goede God ons sterkt door zijn woord, als wij dat als mensen, kinderen van onze schepper, dat zelf weten, dan vraagt hij van ons. Hij vraagt van u, treur niet als mensen zonder hoop. Treur niet, want ik ben in staat om verder met jullie te gaan. Natuurlijk is de pijn aanwezig, het verdriet zal het zijn. Maar laten wij kracht en sterkte putten bij de momenten die hij samen met u gedeeld heeft. Koesteren de mooie herinneringen. En één ding meenemen van het concert des levens heeft niemand een programma. En
Iemand leeft voor zichzelf. En iemand sterft ook voor zich. Omdat hij er ook is. Iemand sterft voor zich. Wij leven en sterven voor wat onze. En hem behoren wij. Mooi zo. Dat ook. De liefde de dood mag ons niet afschrikken. En hoewel de dood pijnlijk is. Maar troost en genade vragen wij aan onze Schepper. Geen midden om te vragen van God waarom. Nee. Geef u dat in handen van uw Vader en laat de toekomst over aan de Heer. Amen. Wij zingen lied van bladzijde 12, 3 versen. Masa sami alami nungtu en sachari masa van uw dienaar onze broeder Guben,
Er rezen er zoveel vragen, maar u geeft ons antwoord. En het antwoord dat u ons bevestigt, zijn iets anders dan dat u altijd beleefd bent met ons meegaan. Zoals u dat ook bevestigd hebt in het leven van uw dienaar, onze moeder, Pierre Spencer en Kulken. Wij danken u voor de momenten van vreugde, de jaren van plezier, maar ook momenten van minder prettige. Maar dat hij zeker ook wist, en wij weten dat die woorden lang voor onze voet en een licht op onze pad is, vragen wij u dat het licht ons leven mag blijven verlichten. En dat zeker ook het verdriet verzacht mag worden. Heer onze God, u had onze broeder geleend aan deze wereld, aan zijn ouders, aan zijn familie. En van al die liefde zullen wij hele middag afstand moeten doen. Maar wij weten dat wanneer wij u aanroepen, u ons zult antwoorden. Wanneer wij vragen, ja, u geeft het ons. Zijn wij bereid de deuren onze harten te openen, kijk u binnen. Goede Vader, laat u ons voort wanneer wij onze hoofden buigen en uitspreken het gebed dat uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons ieder ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. Is het iemand die namens de familie het woord heeft te richten, bent u nu in de gelegenheid. Al waren ze in problemen, al was het middernacht,
and he loves them. Done. Thank you.
voor de zeker. Geliefden, wij naderen zo een van deze troostdienst. Na de zeker bent u dan in de gelegenheid voor de mensen die alsnog een laatste groet willen brengen. We beginnen bij de mensen buiten. Als u opkomt, komt u van voren op. Ik hoop dat de mensen daar zijn om de deur te openen. En u gaat gewoon rondom familie en naar achteren. Voor de mensen in de zaal geldt hetzelfde. Als u opkomt, komt u op en u gaat de rug. Mag ik u van deze plaats uit heel veel vragen stellen toe wensen. Laten wij die vragen stellen om ons berusten. Waar God mij leidt, is het wat mij goed en wat mij kwam, is het beste. Mogen de God van vrede, de God van liefde, Hij die ons geleid en begeleid heeft, Hij die zegt, waar waarst op mij alle die vermoeid en belast zijn, en Hij geeft ons zijn eeuwige vrede en zegen. Zingen tot slot, ja, daar komen we. We beginnen eerst bij de mensen punten.
Goed, mag ik dan de naaste familie vragen voor het laatst om uw geliefde te groeten? Mag ik de naaste familie die uitnodigen daar te doen? Thank you.
Familie Keita? Singapore.
Nee, zo. Ja, laat het zo, laat het zo, laat het zo. Maar dan gaan die anderen. Dan moet gaan Benny kiezen. Als je gaat, denk niet dat ik je vergeet. Als je gaat, weet dat ik begreep hoe je leed. Zal je missen, een leven lang. Als je gaat, doe je dan voorzichtig. Dei e codabra, non denki, mio forgiti u. Dei e codabra, mi sabi, vai ben cot nainte. Mio miss you. Her mi libi, del libi lusu you.
mezelf zijn, zonder angst en zonder pijn. God waakt over jou, laat me los. Alle die voor jou ati. Papira, Winnie.
Sari, sari, sari.